Mijn naam is Lakusha Charles Riedewald. Ik ben 21 jaar. Ik woon in Amsterdam-West met mijn vader en mijn twee broertjes en mijn zus en nog een nichtje erbij. Vanaf mijn 10e jaar ben ik begonnen. Mijn broertje heeft me meegesleept in het voetbalwereld. En ik keek ernaar en ik dacht van nee, ik wil er ook in zitten. Ik wil ook mijn vaders voetstappen volgen. We hebben ook betaald voetbal gespeeld. En ja, en daarmee heeft het eigenlijk aan ons overgegeven. Dus aan mij en mijn broertje. Dat wil ik ook gewoon aan mijn vader laten zien van hey, ik kan dat voor je waarmaken. Mijn voetballen betekent zoveel voor mij. Het maakt me rustig. Het geeft me plezier. Als ik met iets zit of zo, is er gewoon één ding in mijn hoofd van ga naar het veld toe en ga voetballen. Wie ik echt precies zou willen zijn is echt Ronaldinho, want hij houdt van zijn skills. Hij lacht gewoon op het veld alsof het helemaal niks is. Ik heb dat ook. Ik hou ervan om mensen te dollen, pannen geven. En ik kijk heel erg naar ja, Ronaldinho, want ja, ik word ook... ook zo genoemd, maar dan in Ronaldinho, laat me het zo zeggen. Ik heb bij vele clubs heb ik getraind, stage gelopen dus. En het liep niet altijd goed uit, want dan had ik niet gegeten, dan was ik flauwgevallen, wat heel jammer was. En ik had ook gewoon moeite met mezelf, dat ik niet in mezelf geloofde. En dat ik ook naar een psycholoog moest gaan om mezelf te kunnen te accepteren hoe ik eenmaal ben. Ja, maar nu ben ik echt gewoon on track. Ik wil gewoon blijven trainen en dat doe ik ook al. Ik ben ook begonnen met mijn eigen vlog. Om mensen te laten zien van dit is mijn workout, dit is mijn voetbaltraining, dit is mijn lifestyle. En ja, ik wil gewoon zo doorgaan. Om verder te komen in de toekomst bij de profclubs. Mijn verhaal wil ik graag doorvertellen aan de wereld. Wat ik heb moeten doen om ervoor te werken. En dat ik ervoor moest vechten, ook al met ups en downs. Dat je toch moet opstaan om positief te blijven en te blijven geloven. Hoe ik mij voorbereid voor een wedstrijd, ik pak altijd gewoon een bal. En dan ga ik gewoon even gewoon rondspelen door het huis heen. En dan zeg ik van ja, ik ga zo iemand voorbij spelen of zo of pannen geven. Of nee, ik ga een salto doen, weet ik veel dingen, wat niet gebeurt er. Maar pannen natuurlijk wel. En dan ja, en dan ga ik een beetje bidden in mezelf gewoon. En dan, ja, dan ga ik naar mijn wedstrijd toe. Dan luister ik gewoon muziek, want muziek houdt me ook gewoon rustig. Als er iets is, of als ik heb verloren of heb gewonnen. Gewoon snel schakelen van, hey, weet je, volgende keer beter. Gewoon zo'n gevoel gewoon dat je in elke wedstrijd jezelf gewoon verbetert. Er is niet in elke wedstrijd dat je echt perfect speelt. Wat ik altijd zeg, van, gewoon tegen mezelf van, if you believe in yourself, anything is possible.